Onze expeditie brengt ons in het land van de Maasai. Dit volk leeft van veeteelt in complete harmonie met de natuur. Ondanks de oprukkende beschaving weten ze hun tradities in stand te houden. Vandaag maken we een game drive. Dat betekent dieren kijken. In de Masai Mara, een van de bekendste natuurreservaten ter wereld. Met Elfie als grote kenner. Wat is het doen? Alright, welcome to Masai Mara. Masai Mara is around about over 3000 square kilometers. It's very famous for the Big Five. Okay. On your right here, it's an antelope called the impala. They have an allogrooming tooth. It's very socializing. Of course, it's an animal which are very gregarious. If you look at the impala's backside, you find three black stripes. It's actually the shape of an M. Now, we call it the McDonald's of the bush, the fast food reliance. Yes, it's tough, eh? Yeah. Yeah, so you got no clearance. Yeah, just pull it tight first and then I can pull you. Otherwise, I'll rip my bumper off, okay? When you drive, of course, you always have to look into the environment because otherwise you might get stuck for a few days, which is very horrible for your safari. But hey, you helped him out. That's what we do. We help one another in Africa. That's what's a Hakuna Matata. No worries, eh? For me, it's nice, nice entertainment. There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. See this? Oh, yeah. An olifant there, van achter. Baby. Baby. Oh, that's a baby. Ah. Yeah. It's a baby. Oh, fantastisch. Oh, it's a big one. Yeah, big one. A kleintje. Ook al klein tandjes. Ja. His ear is itching. Did you see that? Tof, hè? Ja. These elephants, what you see on the right, the big one is a big bull. The small one, which been kicked out of the matriarch. And, you know, they will not be far away from the matriarch, which is the breeding herd. They can communicate up to 35 kilometers, and this area is with nice open landscape even more. It's a male giraffe. Dat is mijn favoriet, de giraf. Zo sierlijk, hè? Zo schoon van kleuren. Die stapt zo op die hoge poten. Dat kijkt alles al lieflijk, vind ik. Friends, shut the fuck up. Shut up, dude. Sorry, it's bad language. But it's the only way to keep you quiet. But lunch is ready, eh? Start. Lunch is ready. The tuna salad. And there's also some leftovers of last night. There's a hyena on the road. Hold on. In front in the road. Hyena.
quick. Hier, een hyena. Zie dat, man. Wat een beest. Amai, je ziet dat, jong. Female hyenas are much more larger. The hyenas, they both sexes have no vulvas, but it's very difficult to determine the sex into it. Dat zijn eigenlijk wat vieze beesten. Ja. Ja. Als dat 's nachts in uw tentenkamp rondloopt, zo'n hyena, vind ik het toch niet gezellig. Het lijkt wel of al die schatten van de vrije natuur in het hoge gras van de Maasai Mara er voor ons alleen zijn. Maar schijn bedriegt, want we zijn niet de enige die wilde beesten willen zien. Plots wordt het wel heel druk voor het dier van de Big Five dat het moeilijkst te spotten is. Allee, jong, zie. Is too narrow. Zie die wagens. I can't drive it. Dus ja, iedere keer dat er een gezien wordt, ze beginnen al die minibusjes naar elkaar te zenden van, en ze daar in die boom. Dus ja, het is ineens groot. Het is precies een markt. Het is gewoon een file. Een file in de Maasai Mara. Oké, merci. Zeg, als we dat luipaard hebben, dan hebben we al drie van de Big Five, hè? Olifant. Ze zijn goed op weg, ze zijn over de helft. Luipaard. Allee, wat is een derde? De olifant. Buffel. Oh, ja. Zo goed, zo Gilbert. Ja, je ziet, de angle is fijn eruit. Maar de channel. Ja, I will lean to the side. Mm-hmm. And therefore we might roll. Now, therefore, I'm not going there. You guys, some of you, can go with Peter. I'll wait here. Six of you. Smaller car. No, just be quick, please. Thank you so much. Yeah, welcome. Thanks. Thank you. All right. Oei, 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 get a bitch in here. Het is zo gebeurd, hoor. We zijn weg. Ga je vast. We moeten snel zijn. Ja, precies. Hey. Oh. Allee, jongens. Serieus. Kerel. Allee, dat is het nu toch niet waard. Wij gaan ook, hè. Wij wel. Wij kunnen wel door, hè. Voor Gilbert ook, hè. Gilbert. Het is weer hand. Ik kan alleen maar tot rust komen als ik hem gezien heb. Voilà. Ja, Gilbert, bij u begrijp ik het. Ja. Dat is nu echt het dier waar je naar uitkijkt. Ja, ja, ja. En zo dichtbij. Ja, wil ja. Ja, straks is 5 uur en gaat die leopard naar huis. Hè. Ja, ja. Gilbert, geduld, jongen, geduld. We gaan hem zien, we beloven het, we gaan hem zien. Daar, waar al die did you see a leopard? Still there. Still there. Yeah, it's one or two. What? Ik zal u proberen samen met het luipaard te trekken. Allee, batterij is op. Juist, sadist. We zijn er bijna. Toch, mannetjes, allee. Did you see the leopard? Ja. Yeah. Nice. Echt, ik zie de poot. Waar? Ja, ja, ja. Oh, kijk eens aan, een prachtig dier. Zeg. Prachtig. Ja, ja, ja. Don't move. Wow. Rustig, tussen die kamionnen. Gilbert. We hebben hem gezien. Gaat het, jongen? Ja. Met tranen in je ogen. Wat een fantastisch beest, hè? Zo mooi. Voel je zo lang moeten wachten hier om dit te laten zien? Even de stem kwijt. Schitterend, hè? Fantastisch. Mooi. Heb je hem goed gezien met je verrekijker? Ja, heel goed. Oef. Lang moeten wachten, maar het is het waard, hè. Ja. Ik heb foto's, ja. Ik heb... Kijk, ik heb een paar.
Ja, prachtig. Ja, voor mij kan de safari niet meer stuk, hoor. Niet nog de neus gehoord, net, Thomas. Als ik de neushoorn zie, ben ik gelukkig. Ik heb nog nooit een neushoorn gezien. En voor u, Hilde, de clipdas? Wacht maar even, hè. We zijn nog niet weg, hè. Nee, Hilde die, die had het bij de Maasai. De Maasai. Je bent al heel de tijd aan het zeggen dat je dat zo'n twee knappe gasten vindt, ja. Twee heb ik niet gezegd, hè. De ene, hè. Er is wel zijn, verschil tussen, hè. Zijn er gegevens uitgewisseld. En wie van de twee is dan uw favoriet, Hilde? Wat dacht hij? Ja, er heeft alleen mijn contactgegevens gevraagd, hè. En heeft hem ze gekregen? Nee, niet eraf, hè. Ah, ja, ja. Een beetje hard to get spelen. Rustig aan, hè, Thomas. Zouden niet helpen. Hij heeft een probleem. Ja, maar die is toch zie. Is het op de zicht? Ga dus weg. Ga dus weg. Het is zo stom dat wij liggen te sukkelen. Wij kunnen dat wel, hoor. Vanavond gaan we ons pastaatje maken. Pasta en bolognese. Mm. Allee. Cedric, yeah. If you can start making fire, eh? Ja, yeah, oké. Okay. Sarki gaat een beetje eieren kap. Je man mag het vuur maken en een vrouw moet koken. I thought I was a fire master. I think Cedric is doing a good job. He's already got the fire out there, eh? It's very good. Look at that, eh? Cedric. Ja, klaar. Ik vind dat zo oneerlijk, jongen. Ik baal er al van. Ik heb hier al iedere avond gekookt, hè. Maar goed, het maakt helemaal niet uit. Nee, het maakt niet uit. Ik wil er geen punt van maken. Hoor hoe iedereen lacht. Ja. Iedere avond gekookt. Oké, okay. Yes. I need your help. Let's go to the truck. Let's get a few ingredients. Zijn jullie nog aan het zagen over dat vuur? Echt waar. Allee, ga het eten halen. Ja, nog een pintje eigenlijk. Is het al bijna klaar? Je bommer. Oh! Dat goed. Ik moet het hier. Het is oké. Jeffrey, you know I'm the fire master for tonight. Yeah. I'm the fire master for tonight. Yeah. You know that? Yeah, yeah. Yeah, is it oké? Yeah, it's oké. Okay. Okay, thank you. Yeah. Lekker! Spaghetti bolognese op de broeses. Hier is niet een 5-ster hotel, nee. Als je eet, als je opkijkt naar je sterren, dan zie je 2000 sterren. Hier is het 2000-ster hotel. Allee, Gilbert, voilà. Dat gaat smaken, hè. Amai. Ik heb honger lengte lief, hè. Een champignonnetje. Voilà, zeg. En Thomas, smaakt het, jong? Hm? Smaakt het? Dat is kei lekker. Ja, tonight, when you go to your tents, just make sure you close your tents properly when you go to bed. Make sure you put your shoes inside the tent, okay? Because hyenas, eh? See the difference between cats, dogs, hyenas. When a dog are interested in something, it licks. When a cat are interested in something, it smells. While a hyena, it have to bite. Now, if you sleep away from the door, your head on the other side of the doorway, it's just extra safety, okay? Now, at night time, when you... Slap bell. Why can't you put your shoes outside? There's two ways. The smell, or they like to chew because they probably have a big irritation in their jaw. Bij Saartje zal het wel de smell zijn. Oh, hoe grappig. Gilbert wil je eens niet lachen. Ja, sorry. Hier zitten dus hyena's
En Alfie, onze drifter, die vindt dat is een hele goede grap om dit in ons tent te leggen. Wat is dat? Want ik zie het niet goed. Hier, dat is vlees, Thomas. Dat is gewoon bigotant. Dus hier komt vannacht een hyena aan de tent krabben en wij zitten hier allemaal met de poepers. Ja, dat gaat dus keihard niet gebeuren, want nee. Ik ga dat vlees nu buiten smijten. Nee, licht. Precies. Of er heeft een hyena over. Dat is bigotant. We willen het maximum halen uit deze expeditie. Aan het einde van onze reis zullen we dan ook een paar duizend kilometer afgelegd hebben. Niet altijd op even gemakkelijke wegen. Vandaag willen we zeker de grens met Tanzania oversteken. En dus zitten we bijna de hele dag in de truck. Maar we vervelen ons geen moment. Want dit is de boeiendste bioscoopzaal ter wereld. I'm in a double G, three-piece tux, screaming dressed to kill, hope somebody call my bluff. It's a full house, sipping on a royal flush, two queens is on my cuffs, good times is in the cards. Living a borrowed time, I'm paying the extra charge. Het landschap verandert voortdurend, maar gaat tegelijk naadloos over als we Tanzania binnenrijden. Is on guard, I challenge you to a duel. Who needs a chain where every thought's a jewel? God bless the widow where everyone's a fool. Vanavond slapen we aan de rand van het Victoriameer. Gaan we hier kamperen? Wow. Oh. Ja, Max. Mooie locatie. We gaan van een mooie zonsondergang vanavond. Patrick. Oh, wat schitterend, wat een zicht. Straks een pintje pakken. Tot de paradijs. Mooi is het. Welkom to the boat now. Na de lange rit ziet het frisse water van het meer er super aantrekkelijk uit. We gaan er dan ook meteen op. En dat gebeurt helemaal African style. Welkom to the Lake Victoria. Pole, pole. Was ik dat? Okay, my name is Moland. I'm a tour guide. So the history of Lake Victoria is that Lake Victoria is the second largest freshwater lake in the world. So how many countries are around the Lake Victoria? Three countries: Tanzania, Kenya, and Uganda. Yeah. In the Lake Victoria show, the main kinds of birds, but the common birds in the lake it is the Komarani. That's the white one. The black. The black is Komarani, and the white is egret. And the fish eagle is a bigger. That's a beautiful bird. Yeah, it's a beautiful bird. That's a monitor lizard there. Down there. Monitor lizard. Down there. Wow, zo dichtbij. Prachtig beestdeling. Hier, kijk eens. Zet erop, zeg Maxke.
Zie je die klauwen? Zie die klauwen? Zie daar die klauwen? Oh ja. Moet die algen zien daarop, jong. Ja, die algen, dat is echt wel. Oh, daar moet een foto van nemen. Vlug, vlug, vlug. Toen wij ons spuiten gingen halen in het Tropisch Instituut, toen hebben ze ons absoluut afgeraden om te zwemmen in dat water. Ja, het lijkt. Hier is Bilharzia. Bilharzia is een parasitaire worm. En een van de eerste, een van de symptomen voor ons leek. Dat we onmiddellijk zien van hier is toch iets meer aan de hand, is dat je bloed urineert. Ja. Het grote punt is, het is een parasiet die via de urinewegen in de blaas terecht komt en daar eieren legt. En die eieren zorgen ervoor dat het plassen eigenlijk een probleem wordt door obstructie. Dat geeft één pijnlijke aandrang en dat is eigenlijk het eerste symptoom. Maar daar eindigt het verhaal niet. Ja. De larven die zich ontwikkelen, migreren eigenlijk doorheen de musculaire blaaswand, komen in de bloedbaan terecht en gaan eigenlijk ook nog tal van andere orgaansystemen aantasten. Daarom hebben we een dokter bij zich. Ja, Mafta. Hey. Nice to meet you. Nice. Jumbo. Oh, Jumbo. Jumbo. Snilefish. Jumbo. Jumbo. Yeah, this is a snilefish. Snilefish. This is a bigger. Oh, oh my. Ooh. Bigger. This fish can grow to be big than 100 kilograms. This is a tilapia. Ah. Yeah. Okay. And this one. It's a clarias. You put in the hot water, just to cook. You get a stiff porridge, just to even rice, even a sweet potato. Ah, just to be fat like me. Okay. Okay. You like it? Yes. Yeah, I like it. Oei. Lek. Het ecosysteem is hier eigenlijk volledig in de war. In de jaren 50 hebben ze besloten om hier een commerciële visindustrie op te richten. En hebben ze eigenlijk de Victoria Bars hier geïntroduceerd, want oorspronkelijk kwam die hier niet voor. Dat is hetzelfde als de Nilefish. Hè? Dat is hetzelfde als de Nilefish of de Nijlbaars. Bij die introductie heeft ervoor gezorgd eigenlijk dat er honderden lokale vissoorten volledig verdwenen zijn. Wat catastrofale gevolgen gehad heeft voor de lokale vissers, want zij leefden van die vissoorten. Ja, het is moeilijk te aanvaarden dat ook hier het ecosysteem door het toedoen van de mens is verstoord. Zeker op een plek die zo mooi is als deze. Van hier ondergaande zon. Mooi ondergaande zon, ja. Ja, het is ongelooflijk mooi. Hè. Het is precies een zee. Hè. Het is onze eerste nacht in Tanzania. Absoluut. Ja, een goed begin. Wil je ook de zon zien ondergaan in het Victoriameer of de ongerepte natuur in Tanzania bezoeken, dan kan dat het hele jaar door. Het regenseizoen loopt van april tot mei, maar dan is het meteen ook minder druk. Alle info vind je uiteraard op onze site 1.be/Vlaanderen Vakantieland.